Ja, hier is Vissie weer en ik ben hier met Remco op deze oudejaarsdag. En we beginnen met een nieuwe serie, tijdelijke serie, Road to Zero. En onze allerliefste Remco die gaat gewoon eventjes heel fijn aan jullie uitleggen, Remco. Ja, zal ik het even uitleggen? Ja. Ik begin met 5 sterren. Bij winst mag je een ster naar beneden. En wie het eerst bij 0 sterren is, heeft gewonnen. En de laatste moet weg worden gespeeld met een overwinning. En bij gelijkspel ga je beide een halve ster naar beneden. En ook de laatste ster moet je ook nog wegspelen per halve ster. Dat is nog even vergeten. Nou, dat wordt helemaal niks. Want stel ik stap 1 ster, dan heb je gewoon gewonnen. Nee, dan kun je nog een halve ster team nemen. Oh, je wil echt ook nog... Dat zijn weer nieuwe regels. Nee, dat was vorig seizoen ook. Vorig jaar zo uit dat we op een halve ster terechtkwamen. Nee, dat was echt voor de gein hadden we dat gedaan. Jij hebt trouwens gewonnen vorig jaar. En ook dat jaar ervoor. Maar dit is wel seizoen 2, maar toen heette het een andere serie. En dat is FIFA 18. Dat is ook FIFA 18. Dus noem je gewoon seizoen 2. Jongens, drop een like. Iedereen de beste wensen natuurlijk. Al komen er meer fits nog vandaag online. Laat even een leuke comment achter. En wij gaan lekker beginnen. Stadio Santiago de Bernabeu. Zeg ik nou goed, een beetje? Ja, ik vind het goed, joh. Ik zeg het waarschijnlijk. Is dat een beetje mistig of lijkt het zo? Ja, het is een beetje... Die irritante Manchester supporters, die Engelsen gewoon weer, die zijn natuurlijk allemaal met rookbommen weer op het veld en weet ik veel. Die werkt zo. Op zich vind ik het wel mooi, omdat het nu zomaar iets donkerder is. Vind ik dat wel fijn spelen. Nee, kom op. Goed weggekoopt, goed gedaan verdedigen. Oeh! Ik weet niet hoe ik het deed, maar het komt goed uit. Mendy, doorlopen. Tegenstander stoort vroeg. David Silva. Come on. Hij loopt nog helemaal. Daar loopt hij. Even hands, maakt niet uit. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ah, Mendy, wat is dit nou weer? Zo, kom op. Tempo. Oh, kut. Kittertrap. Maar dan moeten ze snel handelen. Nee, ja, schijt. Hij lokt het zelf. Ja, ik val hem ook niet aan. Dan heb je voordeel, weg voordeel. Nu gaan we aanpakken. Als ik was gevallen, dan had je rood gekregen. Ja. Viel niet. Daar is de bal voor, maar waar is de vrije man? Oeh. Zou bijna een markje voor mijn hoofd. Vuurwerk dampen we nog niet echt wegtrekken, moet ik zeggen. Oeh! Oh. Kut, middenvelder precies daar. Geel. Oh. Nee! Ah, kutje! Hoppakee! David Silva, daar gaan we weer. Flamingo boy hoor. Echt goed gezegd, Juri. Ze moeten nu 2 keer scoren om te winnen. Ik vind het een hele goede opmerking. Je kan zeggen dat je dan zit is een spel tussen te krijgen. Ah, Jezus. Compact boy hoor hij hoor, met z'n achter. Jezus. Ik doe wel 5 verdedigers. Mijn vleugel is er wel altijd een voor. Hier zit Mendy en waar zit Kel Walker? Die zit daar bovenin. Dat is mijn rechtback. Ja, lekker voorin dus, ja. Dat is goed. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Oh nee! Oh, ik drukte verkeerd, maar ik heb gecorrigeerd. Is een balzak. Oh! Even die Bruyne. Leren. David Silva. Goed opgepakt. Oh, ik wil, komt er wel een keer. Inkoppen. Sorry, ja, het gaat echt vanzelf dat ik eigenlijk weg wil skippen de hele tijd. Ja, het probleem is alleen met deze FIFA 2-0 is niks. Eigenlijk moet je 6-0 voorstaan en denk van, ah, nu heb ik wel een beetje een marge. De tweede helft is alweer begonnen hier in het prachtige Santiago Bernabeu. Ronaldo. Ah, kom op. Ik heb nu wel puur snuit in de spits. Oh, paniek. Tackle was goed, zo. Sergio Aguero. Er zijn diverse mogelijkheden. Ah, veel te hard, kut.
Nee! Ja, hij slaat een mannetje over! Ja, dat wist ik niet! Godverdomme, had ik al gedrukt! Dat was helemaal niet de bedoeling natuurlijk! Huh? Bordje? Ja, dat heet overstappie. Alleen liep niemand bij, dus daardoor zag het heel knullig uit. Jongen, loop even gewoon op de verdediger af, gewoon. Nee! Jezus! Oh! Zij? Oh, scheids! Oh! Nee! Daar liggen countermogelijkheden. Oh nee. Kans om te schieten. Kowalker! Nee. Oh, wat doe je nou? Foutje? Oh! Ja, ik heb hem gedrukt. Ik wil hem eigenlijk breed leggen. Maar hij ging naar achter. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Kut. Oh nee. Kut. Nee, is goed! Dat staat er nergens op. Ik kan je niks aan doen. Keeper, ik bestuur de keeper er niet. Het staat er nergens op. Dat zeggen we die goals. Ja, hoe kan je dat? Doe dat eens een keer in koopzaal, ja? Nou, overkomen. Ik heb een keer nu eindelijk uit de vrije trap in koop gescoord. En het was heel belangrijk. Het is een hartstikke mooie goal natuurlijk. Maar ja, ik vind de keeper niet. Ik kan helemaal niks aan doen. Nee. Goed in het verre hoekje in het zijn netje. Sterling, gauw wissel. Blinde voorzet. Voorzet, zei ik. Was helemaal niet op goal. Keeper. Oh, de bal is heet volgens mij, maar hij vangt niks. Mijn keepertje. De Bruyne brengt de bal voor het doel. Laten we dan knoepen uit schot. Nee! Ik had een hele mooie 1-2 in gedachten. Oh, ik ben helemaal verkeerd. Ja, wat een gebrei. Keeper! Jezus! Ja, ik weet niet of je keeper die niks klemt. Of in ieder geval, die alles stompt. Nou, dat zei ik. Nou, deze was misschien wel beter om te stompen. Oh, even tegenhouden. Kom er niet meer bij. Ronaldo heeft veel goed gedaan deze wedstrijd. Nou! Nou, en weer, ik druk op X om een sliding in te zetten. Hij springt ervoor en hij schiet hem weg. Ja, ze zijn echt door het tolle heen. Mooi om te zien dat vertrouwen bij de fans. Misschien geeft het een team net op. Ja, ik wist hem, anders krijg je de hele tijd het gezeik van: oh, die speler is moe, wisselen maar gewoon. David Silva. Ben je blij met Ronaldo of niet? Die heeft echt helemaal niks goed gedaan. Ilkay Gundogan. Ach, god, loop ik weer op de verdediger af. Karim Benzema. Moet je dat zien? Oh. Dat was dan wel Ronaldo dan. What the fuck? Keeper, alsjeblieft. Oh. Nee! Ik tuim echt helemaal verkeerd. Oh, wat ver. Zo. Schijt. Ook gewoon een noodrem op. Net als ik niet overheen kan springen. Het laatste wedstrijd van het jaar eindigt toch alweer in een deceptie. Heb ik een linkspoot? Ederson is mijn keeper toch? Mandy. Silva. Prima. No, is it! En in stijl slaan. Is dit het einde van het jaar? In stijl. Yes. Hallo, ik scoor een keer. Alsof ik daar dan. Dit is de eerste keer dat hij scoort tegen mij uit de vrije trap. Yes. FIFA 18. En het is ook echt een verschrikkelijke blunder weer van de keeper. Wat? Goed hoekie. Hop. Oh. Oh, wat een blunder. Het is ook in een eigen goal. Buik. Het is een own goal. Hij heeft olievolle gegeven. Het is eigen doelpunt, kijk maar. Nee, David Silva heeft hem. Nah, dat is ook onzin. Ja, ik ken het zo wel. Nee, een eigen doelpunt telt als je op goal gaat. Telt nee, dat bij FIFA 18 niet hoor, af en toe. Oh, ik wil Ja, je wou nog een keertje scoren. Nou, ja. Je kan de pleurs krijgen. Nou,
4-0 nederlaag. Nou, 1 is geld. Remco, je mag volgende keer met de 4 sterren. Weet je het leukste is, hè? Voor de mensen die kijken, dus mijn Elgato hing hiervoor. En ik stond 2-1 voor. 2-1 voor. En ook nog, ik was op mijn gevoel echt kansloos toen. Ja. Nou ja, het is altijd zo. Maar ja, 0-4. Ja, zo sluiten wij het jaar af met een wel terechte nederlaag natuurlijk dit potje. Alleen ja, FIFA. Het is leuk, maar het is ook it's zo frustrerend. Ja, het is in de game, zullen we maar zeggen. Oké, jongens, vergeet niet een like te geven op deze video, jongens. Mocht je geen video meer kijken vandaag, dan zeg ik jullie tot volgend jaar. Later.